We kijken naar het begrip procentpunt en een procentpunt is ja, wat anders dan nieuw min oud gedeelte oud maal 100. Maar bij een procentpunt of bij procentpunten kijk je naar de absolute verandering van twee percentages. Oftewel, je haalt twee percentages van elkaar af. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een voorbeeld, de rente die stijgt van 2% naar 3%. Nou, als ik die twee percentages verander, of vergelijk, dan doe je 3% min 2% is 1%. Dus de verandering is dan 1%, oftewel 1 procentpunt. Dat is wat je doet bij het rekenen met procentpunten. Als ik nieuw min oud zou doen, ik reken de procentuele verandering uit, dan krijg je nieuw is 3, oud is 2, gedeeld door 2, want dat is oud maal 100 is 50%. Maar bij procentpunten haal je dus de percentages van elkaar af. Het nadeel is, het is niet heel duidelijk wat een procentpunt daadwerkelijk is. Dus het is onduidelijk. Want het is een onduidelijke manier. Je kunt met procentpunten alle kanten op. En je kijkt dus puur naar de absolute verandering. Dat is wat je doet bij procentpunten. Dus het is een onduidelijke manier. En in plaats van nieuw min oud gedeeld door oud maal 100, haal je dus de twee getallen van elkaar af. Je kijkt dus naar de absolute verandering. Nou, korte herhaling. Procentpunt of procentpunten. Je kijkt naar de absolute verandering van twee percentages. Je haalt dus de twee percentages simpelweg van elkaar af. In mijn voorbeeld, als ik kijk naar de rente, die stijgt van 2 naar 3%. 3 min 2% is 1%, oftewel 1 procentpunt. En het nadeel van procentpunt is dat het een onduidelijke manier is. Vaak hoor je in interviews of in de media wordt er vaak gesproken over procentpunten, maar ja, je weet dus niet precies waar het over gaat. Procentpunten wordt vaak dus gebruikt in nieuws en media en in de krant. Je kijkt dus puur naar de absolute verandering.